de buitenspeeldag die georganiseerd werd in heel Vlaanderen in samenwerking met de kinder- en jeugd-tv-kanalen werd in Genk vooral geconcentreerd rond het jeugdcentrum Rondpunt 26. Ook de jeugd van Natuurpunt hielp mee om de kinderen enkele fijne activiteiten aan te bieden, want ongekend is onbemind. Heel wat moeders, vaders, opa's en oma's waren samen met de kinderen aanwezig in de grote speeltuin. De speelboot was ook een nieuwe attractie die voor het eerst kon gebruikt worden. De boot in Huldingen. Jij mag knippen. Kan je eraan? Ga je er omhoog binnen? Ja? Genk doet ook dit jaar weer mee aan de buitenspeeldag. Dat is een initiatief van Vlaanderen om het spelen buiten centraal te zetten. Want we vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren zoveel mogelijk buiten hun speelkwaliteiten benutten. Dat ze in bomen klimmen, dat ze van op speelpleintjes gaan spelen, dat ze voetballen zoals je ook hier ziet. En dat vinden we gewoon belangrijk. En daarom ook dat de Ketnet en Nickelodeon ook hebben gezegd, wij zenden vandaag niet uit op televisie, want we willen dat de mensen of dat de kinderen ook naar buiten gaan. En we hebben het ook getroffen met het weer vandaag natuurlijk. En wat ook heel speciaal is dit jaar, is dat we ieder jaar vanaf nu één speelterrein gaan centraal zetten. En we hebben dit jaar gekozen voor ons speelterrein aan het jeugdcentrum rond punt 26, wat in het centrum ligt. En vandaar ook dat we vandaag eigenlijk onze boot, een nieuw speeltuig, hebben ingehuldigd. Het staat er al een tijdje, maar we vinden het ook heel belangrijk dat we zoveel mogelijk speelmateriaal kunnen aanbieden om zoveel mogelijk vaardigheden eigenlijk uit te laten testen door de kinderen. Zowel de volwassenen als de kinderen waren het erover eens. Onbezorgd buitenspelen met een lekker weertje is veel leuker dan binnenzitten en tv kijken.